Burgemeester Lene de Lange, de burgemeester van Wassenaar, spreekt wij vandaag over de corona en over het onderwijs. We staan vandaag bij het Rijnlands Museum, bij de Bakkers Hagelaar. Burgemeester Lene de Lange, hoe gaat het met u? Ja, het gaat bij mij goed. Gelukkig alles gezond toch? We staan hier voor het Rijnlands Lyceum. Hoe gaat het met het onderwijs in Wassenaar? Nou, die hebben natuurlijk een enorme verandering moeten doormaken. Opeens onderwijs op afstand. Ja, en dat is een uitdaging. Maar de geluiden die ik daarover hoor is dat het toch heel goed gaat om de kinderen van Wassenaar goed onderwijs te geven op afstand. Nou, ze zijn zich natuurlijk nu ook aan het voorbereiden van hoe duurt dat nou op de langere termijn. Ja, en daarnaast in de tussentijd zijn er natuurlijk ook leerlingen in Wassenaar geslaagd. Aankomende dinsdag 21 april komt er een belangrijke persconferentie. Dan gaat het kabinet ook weer aangeven hoe de periode na 28 april eruit gaat zien. Dus het is echt even afwachten wat daar aan berichten naar buiten gaat komen. Maar goed, de minister-president heeft al aangegeven dat de veranderingen echt in kleine stapjes zullen gaan. Het nieuwe normaal, toegaan naar die anderhalve meter samenleving, ja, dat zullen we echt in kleine stappen moeten doen. En we zullen dus nu gewoon moeten volhouden en moeten genieten van het feit dat je gelukkig nog buiten kan zijn. Ja, en natuurlijk inmiddels ook die mondkapjes die gemaakt worden voor de zorg. Ja, waar gewoon Wassenaarders achter die naaimachine gaan zitten en aan de gang gaan. En uiteindelijk helpt dat wel heel erg voor de veiligheid in die verpleeghuizen. Dus ja, dat vind ik allemaal geweldige initiatieven die uiteindelijk, ondanks al die ellende die corona met zich meebrengt, is dit heel veel positiefs. Nou, laten we dat ook vooral over het voetlicht brengen en vasthouden.